Voetbalvereniging Dubbeldam kan fluiten naar het nieuw clubhuis. De tekening was 2 jaar geleden al klaar. Voor 3 miljoen euro een nieuw pand op een nieuwe plek, even verderop. Maar die verhuizing gaat niet door. De huidige velden zijn toch niet nodig voor een toegangsweg naar een geplande nieuwbouwwijk. Bij VV Dubbeldam zijn ze woedend. Het huidige onderkomen is te klein en slecht onderhouden. De verhuizing hing immers al 15 jaar boven het hoofd. De leden zijn opgeroepen om volgende week massaal naar de ledenvergadering te komen om plannen te maken voor de toekomst.